en welkom bij een nieuwe video van Vase Creative. Deze keer laten we jullie de nieuwe glasmat zien van We Are Memory Keepers. Ik start met de onderkant. Dan kunnen we daarna verder met alles wat op het werkvlak staat. Zoals je kunt zien heeft de glasmat diverse anti-slip voetjes. Wat ervoor zorgt dat als je bezig bent met je werk, dat niet de mat gaat verschuiven. Dan draai je hem er even netjes om. Nou, zoals je kunt horen, het is van gehard glas en de tekening zit achter het glas. Dat betekent dat op het moment dat je gaat snijden, de tekening niet echt aangetast. Je kunt het gebruiken met verschillende materialen. Bijvoorbeeld met verf, met de mixed media. En je kan van daaruit kan je verder door bijvoorbeeld de verf te mengen, met je mixed media verder te werken. De glasmat is ook ideaal om op te stempelen. Doordat zijn ondergrond helemaal gelijk is, pakken ook je stempels goed. Stempeltje erbij. En zoals je kunt zien, stempeltje perfect. Jullie hebben kunnen zien dat er diverse lijnen op staan. Ze staan erop in centimeters aan beide zijden en ook de inches staan erop vermeld. Naast het feit dat je daar met mixed media en verf heel goed mee overweg kunt, is hij ook ideaal om natuurlijk op te snijden. Ik gebruik hierbij het rolmesje van Vase Creative om te laten zien hoe makkelijk het gaat. Hij snijdt perfect, je kunt daarna kun je er overheen voelen, er zijn geen krasjes of glasscherven of wat dan ook. Naast dat hij ideaal is in het gebruik, is hij ook ideaal om schoon te maken. Ik gebruik daarvoor de doekjes, de vochtige doekjes. Ik pak de verf, pak je er heel makkelijk vanaf. Zelfs als de verf wat ingedroogd is, gaat het ook ideaal. Doen op het moment dat je hem schoon hebt gemaakt met iets vochtigs, dat je hem eventjes nadroogt. Omdat het glas is, zal al het vocht erop blijven zitten. En zo is hij weer klaar voor opnieuw gebruik.